maar ik denk niet dat we moeten spreken in ik-vorm. Ik heb geen geschiedenis geschreven. Hè. Het hele team, heel de Kaarsiegenk-familie heeft geschiedenis geschreven. We hebben een beetje een turbulente week achter de rug. We verliezen op het laatste moment ook nog Henriette Awete, waar we gisteren pas uitsluitsel van kregen dat ze niet kon spelen. Maar oké, zo heeft elke coach en elke club zijn verhaal natuurlijk. Maar ik moet een dikke pluim geven aan heel de groep. Ik denk ons doelpunt, ja, dat was een doelpunt waar anderhalf jaar op getraind wordt. Hè. Snelle omschakeling, bal naar de flank, looplijnen voorin. Maar uiteraard, ja, de tweede helft. Ik denk als we met 11 tegen 11 blijven, uiteraard, dan kunnen wij misschien nog wat meer gaan dreigen. Dat was er nu niet meer bij. Maar ik weet niet precies hoe lang dat we met de speler minder gespeeld hebben. Ik denk een half uur. Of het zal in de buurt zijn van een half uur. Maar ik denk ook niet dat wij iets hebben weggegeven. Dus de organisatie zat top. En de mentaliteit van de speelsters was uitermate top. Davinia, ja. 1-0 winst, geschiedenis geschreven. Nog nooit gebeurd hier, hè? Nee, klopt. De trainer had het voor de match gezegd. En het was echt een zalige overwinning met 10 man. Vier geknokt voor elkaar. Echt elke minuut gevochten. En dat is het mooiste aan voetbal. We gaan uiteraard ons best doen en ik denk dat we vandaag wat reclame gemaakt hebben voor de Limburgse supporters die ons nog niet aan het werk gezien hadden en die toch redelijk massaal hier aanwezig waren. Voor tegen Anderlecht thuis te winnen moet alles meezitten natuurlijk. Hè. Zij moeten misschien een iets mindere dag hebben, wij moeten een topdag hebben, maar oké, wij gaan ervoor. Hè. Wij gaan met deze mentaliteit en met deze groep ons uiterste best doen. Ook ons tweede team staat op de eerste plaats in tweede nationale. Dus daar zitten nog zeker 8-9 bruikbare spelers die, moest het zijn, diep in de competitie, ook een plan kunnen trekken in de Superliga. Het doelpunt was van een mooie makelij uit het boekje. Er wordt naar het schijnt al anderhalf jaar op getraind op dergelijke omschakeling. Ja, klopt. Ik denk dat we zo 2 of 3 kansen hebben gehad met die spelsituatie. En ja, we trainen daar elke training op. En dat is leuk als dat dan lukt op een match. Dan kom je 10 minuten in de tweede helft en dan plots ja, een zeer domme overtreding. Terecht rode kaart, maar dan sta je dan wel hè, met 10 mensen. Terecht rood, dat weet ik. Ik heb het niet gezien. Ik kan daar niet over beoordelen, maar we hebben heel goed geknokt. Elke minuut waren we een team en ja, ik vind dat schitterend. Dan sta je daar netjes afgescheiden nu op de tweede plaats. Met volgende week de komst van Anderlecht. Vandaag gewonnen met 4-0 tegen OHL. De topper hier, hè? Volgende week vrijdag. Ja, klopt. En ik heb gehoord van de coach dat Anderlecht het hier altijd moeilijk heeft. Dus we gaan vechten zoals vandaag en hopelijk kunnen we het tot een goed einde brengen. Dat is een echte topwedstrijd, hè? Want bij winst komen jullie samen met Anderlecht op die eerste plaats. Ja, dat zou een droom zijn. Want we wouden in play-off 1 zitten. Dat was ons doel in het begin van het seizoen. En we hebben bewezen dat we hoger kunnen staan dan vorig jaar, dus dat is wel schitterend. Maar ik denk dat jullie nu met die tweede plaats toch al zeer tevreden mogen zijn. Ja, klopt, want ik zeg het u, we hadden gegokt op play-off 1 en dan tweede plaats. Dat is echt mooi, want ze hadden gezegd een paar keer een punt pakken tegen een topper zou mooi zijn. En we hebben nu al gelijk gespeeld tegen Gent en gewonnen tegen Standaard, dus schitterend.